Zoals beloofd gaan we vandaag echt starten met de strijd van de Tweede Wereldoorlog. Dus we gaan straks ga je deze uitleg zien hoe Hitler Polen aanvalt, hoe die Nederland gaat aanvallen, hoe die Frankrijk en Groot-Brittannië probeert te veroveren. Dat wordt in deze paragraaf allemaal besproken. Dus ik hoop dat je het allemaal begrijpt. Als het te snel gaat, kijk dan dus weer op Google Classroom voor extra uitleg. Nou, we waren hier dus gebleven. Dus op 3 september 1939 breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Dus niet zoals veel Nederlanders zeggen op 10 mei 1940. Dan is die Tweede Wereldoorlog dus eigenlijk al gewoon bijna een jaar aan de gang. Hè? Maar buiten Nederland. In de eerste maanden van die Tweede Wereldoorlog weten de geallieerden eigenlijk niet wat ze overkomt. Want van eind 1939 tot begin 1940 blijkt het Duitse leger onvoorstelbaar sterk te zijn. De eerste gevechten spelen zich vooral af in Oost-Europa. Dus de Duitsers zijn hun leger een beetje met een warming-up bezig in Polen. En de helft van Polen wordt bezet en de andere helft van Polen wordt door de Sovjets bezet. Maar Nederland heeft dan nog de hoop dat het misschien de strijd een beetje kan ontlopen. Want Nederland heeft weer geprobeerd om neutraal te blijven. Misschien lukt dat dit keer met deze wereldoorlog ook wel. De andere landen weten dat Hitler uiteindelijk, als hij in het oosten klaar is, dat hij dan richting West-Europa gaat komen. En in het voorjaar van 1940 gebeurt dat dus ook. Dus vanaf april 1940 vindt er een zogenaamde blitzkrieg plaats. Blitz moet je vertalen als bliksem. En krieg is oorlog, bliksemoorlog, een bliksemaanval. En je ziet hier op de achtergrond wat er gebeurt. Hè. Moet je je voorstellen dat de Nederlanders bijvoorbeeld, die hadden fietsen, die hadden ook wel wat auto's en panzerwagens. Die gingen ook nog heel veel te voet, er waren zelfs nog soldaten te paard. Dat was niet gek hoor, want dat gebeurde in het Franse leger ook. Dat gebeurde ook in het Poolse leger. Maar de Duitsers hebben razendsnelle vervoersmiddelen. Die hebben een gepanzerde trein gebruikt. Die hebben vliegtuigen met parachutisten gebruikt. Die hebben dus panzerwagens die rustig 70 km per uur kunnen rijden gebruikt. Ja, daar is geen houden tegen. Weet je, die Duitsers die walsen dwars door Nederland heen. Dus de oorlog lijkt aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ver weg. Maar in het voorjaar van 1940... verandert dat, want de Duitsers rollen dus echt West-Europa op. En die aanvalsmanier noemen we dus Blitzkrieg. De aanval op Nederland begint op 10 mei 1940. En op 15 mei 1940 capituleert het Nederlandse leger. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, wat zwak. Ja, Nederland had echt wel door kunnen vechten, maar je moet ook realistisch zijn. Hè? Je moet ook op een gegeven moment bedenken Dat vechten geen zin meer heeft, dat alleen maar heel veel extra slachtoffers gaat opleveren. Dus bijvoorbeeld bij Rotterdam en bij de afsluitdijken op een aantal andere plekken werd er nog heel erg gevochten en kwamen de Duitsers echt geen meter verder. En om dat nou te forceren, om nou toch te zorgen dat de Duitsers snel door kunnen met hun soldaten richting België en Frankrijk, bombarderen ze Rotterdam. En daarmee, na dat bombardement, geeft Nederland zich dus over. Dus dat bombardement vindt een dag eerder plaats, op 14 mei. Ja, en om aan te geven hoe sterk de Duitsers zijn, een maand later, 22 juni, capituleren de Fransen. En de Fransen waren, na Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, hadden zij het sterkste leger tegenover de Duitsers staan. Dus het is onvoorstelbaar dat Duitsland daar zo snel doorheen walst. Maar kijk, hier op de achtergrond zie je Hitler, die naar de Eiffeltoren aan het kijken is, in Parijs is dus. Waar ze dus in de Eerste Wereldoorlog 4 jaar over gedaan hadden en niet behaald hebben, lukt Hitler dus in een maand tijd gewoon met die blitzkrieg dwars door Frankrijk heen walsen. De Fransen worden totaal overrompeld en zijn totaal niet in staat om de Duitsers tegen te houden. De Duitsers hebben allerlei nieuwe technieken, allerlei nieuwe tactieken. En de Britten zijn ook in Frankrijk aan het helpen, maar die kunnen het ook niet. Die kunnen maar net aan zorgen dat ze wegkomen. Een deel van Frankrijk wordt niet bezet, maar dat werkt dus mee met de Duitsers. Dat noemen we Vichy Frankrijk, dat is het zuiden van Frankrijk. Alleen het hele gebied in het noorden en het gebied langs de kust, dat bleef dus in Duitse handen. En het zuidelijke gedeelte, dat collaboreert dus met de Duitsers. En collaboreren betekent samenwerken met de vijand, dus dat je de vijand helpt. Ja, dan is de strijd al bijna bekeken, hè? Want er is geen oorlog met de Sovjet-Unie.
De Amerikanen, die laten Europa het even lekker zelf opknappen. Die doen niet mee met deze Tweede Wereldoorlog, dat komt pas later. Frankrijk is verslagen, Nederland, België zijn verslagen, Denemarken is verslagen, Noorwegen is verslagen, Polen dus, andere delen van Oost-Europa zijn in bezit genomen. Dus dan is eigenlijk alleen nog maar Groot-Brittannië over. Dus het enige wat Hitler nog even hoeft te doen is af te rekenen met Groot-Brittannië. Nou, dat vindt plaats in de periode van juli tot en met oktober 1940. En waar Hitler geen weet van had, was dat de Britten een uitvinding hadden gedaan die een heel groot verschil brengt. Namelijk de radar. Iedere keer als er Duitse bommenwerpers in de lucht waren, konden de Britten nog net op tijd de Britse gevechtsvliegtuigen de lucht injagen. Soms kwam zo'n piloot, was net aangeland. Die had urenlang gevechten gevoerd in de lucht. Die kreeg dan nog een slokje whisky. Die kreeg nog eventjes een boterhammetje in zijn hand geduwd. Ondertussen werd het vliegtuig vol getankt. En dan mocht hij weer de lucht in. Dus kreeg hij dus bij wijze van spreken 10 minuten pauze. Want hij moet weer door. Want anders dan worden de steden gebombardeerd. Ja, die mannen die piloten hebben echt Groot-Brittannië gered. De enige manier waarop de Duitsers Groot-Brittannië kunnen verslaan is door eerst de luchtmacht van de Britten te verslaan. Als je die verslagen hebt, dan kun je het land binnen gaan vallen. Dan kun je je parachutisten laten landen op het land. Maar zolang dat niet gebeurd is, kun je Groot-Brittannië dus niet innemen. En dat lukt de Duitsers dus niet. Ja, uiteindelijk, na een tweetal maanden gefrustreerd die gevechten te voeren, gaan de Duitsers over tot een andere tactiek. En denken ze, oké, weet je wat? Dan gaan we gewoon jullie steden plat bombarderen. Net zoals wat we in Rotterdam hebben gedaan, gaan we gewoon alle woonwijken bombarderen. En hoe meer burgerslachtoffers, hoe eerder de mensen gaan roepen dat de oorlog moet stoppen. Dat ze zich moeten overgeven. Dus dat is dus de nieuwe tactiek van de Duitsers geworden. Nou, dan zie je hier dit soort foto's. Zie je dan, nou, dat is gewoon zo'n hele Britse bus is gewoon in een krater van één bom gevallen. Kun je nagaan wat een gigantisch effect dat heeft. Maar je ziet ook dat er op de achtergrond gewoon alweer mensen aan het werk zijn. Ze zijn bezig. Het leven gaat ook een beetje door. En dat is wel heel sterk van de Britten. Nou, hier zie je dan dus bijvoorbeeld een moment dat er gebombardeerd wordt. Ze zijn aan het schuilen tegen een bombardement en iedereen heeft een koffertje mee, heeft een dekentje mee, heeft een slaapplekje gemaakt. Deze dames zitten zelfs nog te breien. Ja, dat is onvoorstelbaar. En dat is heel knap, geen paniek in de tent. En als er wel paniek was, dan hadden ze altijd nog deze poster waar heel veel varianten op gemaakt zijn. Keep calm and carry on, blijf rustig en ga door met wat je aan het doen bent. Dat is belangrijk tijdens zo'n bombardement, is dat je vooral niet in paniek raakt. En dan de laatste voor deze uitleg. In juni 1941. Hitler kan dus niet Groot-Brittannië innemen. Dat lukt hem niet. Hij krijgt het niet voor elkaar. Gaat hij zijn aandacht op zijn andere vijand richten. Want eigenlijk leuk dat niet aanvalsverdrag. Maar eigenlijk heeft hij nog steeds een appeltje te schillen met de Sovjet-Unie. Met de Russen. Hij haat communisten. Hij heeft ook nog eens een keertje levensruim nodig. Dus ruimte voor zijn volk. Dus hij wil grote stukken van de Sovjet-Unie hebben. En daarom valt hij dus in het begin van de zomer van 1941 valt hij de Sovjet-Unie binnen. En dat is een gigantische strijd die ook voor de Duitsers dit keer weer enorm goed gaat. De Duitsers zijn onverslaanbaar. Ze zijn niet te stuiten. Ze walsen dwars door de Sovjet-Unie heen. Hitler heeft dus grondstoffen nodig. Het gaat dus tot en met december 1941 gaat het heel erg goed voor de Duitsers. En daarna dan natuurlijk niet meer. Dat voel je natuurlijk al aankomen. Maar dat bespreken we volgende les. Nou, spannend. We zitten nu al halverwege de Tweede Wereldoorlog. Hoe zou dat nou in vredesnaam gaan aflopen? We weten natuurlijk ook hoe het gaat aflopen, maar hoe is het dan zo ver gekomen? De Duitsers waren toch onoverwinnelijk? Nou, dat zie je allemaal in het volgende uitlegfilmpje. Deze paragraaf moet gewoon eenmaal even veel uitgelegd worden, want er gebeurt heel veel in die oorlog. Dus volgende filmpje komt er ook veel voorbij qua uitleg. Oké, dat was hem. Dag!